4 sleephoppershoegers, 2 kraaskippen en 2 ploegboten. Een van deze boten komen zelfs uit België om te helpen de Fargeul tussen Holwert en het Ameland weer breed en diep genoeg te maken. Door de hutte wien van november en december en de winter van de laatste weken had het baggerien stil lijn. Het werd hoogste tijd. De Fargeul liep al tijden achter op de gewenste afmetingen. Maar we zijn erg blij dat in ieder geval nu die actie genomen wordt. Op het stuin werd de achterstand inhellen. Maar de natuur veroordeelt heel tijd, dus moet er ook altijd baggeren worden. Het had al je te krijgen met de afsluiting van de Zuiderzee. Dat werd vaak zijn, echt net geval. Als zo'n Azen naar de voormalige oorlogstijger ging kennen, begin 50 jaar is deze veerdaam verlijn. En on begin 50 waren er al meer. Je kan je dat net meer vaststellen wat er gebeurt. En je kan gewoon zien dat er een hele meter of een meter slik boppen opkwam is de afgelopen decennia. We hebben wel het idee dat met name hier dit stuk van de halve de Ameland toch wel wat meer, meer inspanning vergt dan dat we toen we begonnen, zeg maar. Het baggerbedrijf onderzoekt dat het nodig is om structureel meer baggerskippen in te zetten om de breekbrunst van het Ameland goed te houden. Rederij Wagenborg vindt dat net genoeg. Wij hopen eigenlijk dat er even wat breder en wat dieper gegaan wordt, zodat we de natuur voorblijven. En als we altijd aan de minimale kant gaan zitten, ja, dan zit de natuur je bovenop je nek. Wat heel nieuwsgierig is, dat wij hier in een staatsnatuurmonument zitten. En dat jouw tagelijk behind is onder uitviering. Wij maken een bepaalde breedte, 50 meter, een bepaalde diepte van 3,80 meter. 80, maar daar zitten we absoluut onverst. Willen we dus een betere bereikbrus hebben, dan zou je misschien echt zin, maar te kunnen naar de vergunningen die al je nodig zijn om het baggeren weer te doen. En misschien uiteindelijk wat rond te inzetten op termijn.